Een korte RCblog.nl video dit keer. En wel over deze Castle Creations Blower Fan Shroud voor de schaal 1:8 Newcastle Mamba Monster Brushless Motor. De motor zoals gebruikt in bijvoorbeeld de Trexxas Erevo Brushless Edition. En zo'n krachtige motor wordt tijdens al dat gerace en vooral ook tijdens al dat offroad gebash natuurlijk aardig warm. Zeker omdat je deze motor op zowel 4 als op 6 lipo kunt rijden. Om de motortemperatuur dus een beetje in bedwang te houden, heeft Castle Creations al sinds jaar en dag deze handige koelventilator in het assortiment. Het is een kunststof huisje wat je over je motor schuift, met hierboven een grote luchtinlaat die binnenin leidt naar een kleine 5 volt koelventilator. Deze blaast de lucht naar beneden en koelt zodoende dus de motor. Die 5 volt die moet dus via je ontvanger uit de bek van je regelaar komen en dus heeft de fan een voedingskabeltje met servostekker voor in een vrije poort van je ontvanger. Wat je in het geval van een Trexxas Erevo dus doet, de waterdichte ontvangerbox openmaken, het kabeltje van de fan de box in laten gaan, aansluiten op een vrije poort in de ontvanger, de ontvangerbox natuurlijk weer netjes sluiten en dan kan de fan shroud op de motor worden geplaatst. Hiervoor zitten er twee tie wraps bij de fan die om de inkepingen van de fan shroud heen gaan en zodoende het geheel aan de motor vastklemmen. Allebei de tie wraps dus goed strak trekken, het overtollige deel afknippen en de Castle Creations Blower Fan Shroud is klaar om je motor koel te houden. Bij het inschakelen van de regelaar begint de ventilator dus ononderbroken te draaien en je mag tijdens al je race en bash sessies dus uitgaan van een koelere motortemperatuur. Aanrader? Zeker. Extra motorkoeling is natuurlijk nooit weg. Nadelen? Zeker. De keuze van een kunststof huis betekent voor Castle Creations natuurlijk een lagere kostprijs, maar het is natuurlijk ook een thermische isolator. Oftewel, plastic houdt warmte tegen in plaats van het weg te geleiden. De ventilator koelt natuurlijk wel, maar het had uiteraard beter geweest als de shroud zelf van iets als aluminium had geweest om op zichzelf ook als koellichaam te functioneren. Hoe dan ook, voor je motortemperatuur is het onder de streep natuurlijk beter om met de fan shroud te rijden dan zonder. En als de ventilator zelf de geest mocht geven, is alleen het ventilatortje natuurlijk ook los te koop. We hopen natuurlijk dat je wat aan deze video hebt gehad en we zien je zoals altijd graag weer terug op rcblog.nl. Vergeet je uiteraard niet op ons YouTube kanaal te abonneren.